Vlaardingen is van ouds een visserijplaats, met alle voorzieningen die daarbij horen. Een touwfabriek, beter gezegd een lijnbaan. We praten vandaag met Cor Vollering, de uitbater van de lijndraaien, en met Max Turner. Zijn familie is vooral in de laatste periode van de lijnbaan heel erg daarbij betrokken geweest. Ik heb een afspraak met Max. We lopen nu naar de overkant, naar het Visserijmuseum. Ah, Max, waarom hebben we op deze plaats afgesproken? Ja, we praten over de oude lijnbaan. En deze plek heeft daar eigenlijk van alles mee te maken, al zou je het niet zeggen als je hier bent in het Visserijmuseum. Dit is het huis van meneer Abraham van der Linden. En meneer van der Linden, dat was een reder, het was een handelaar, het was een notabel. En die goede man die kocht in 1706 de oude lijnbaan, of de lijnbanen eigenlijk. En daar betaalde hij iets van 7750 gulden voor ongeveer in die tijd. En hij werd dus eigenaar van de lijnbanen. Dat doet vermoeden dat er al lijnbanen waren. Dat klopt. We weten zelfs precies wanneer die lijnbanen zijn opgericht. Namelijk op 23 april 1611. Er staat in die akte een stuk land tot lijnbaan gedolven, gelegen ten zuiden van de Zomerstraat. En daar moest men dus 20 gulden per jaar erfpacht voor betalen. Drie lijnbanen. Maar er is in de loop der jaren zo verschrikkelijk veel in gehandeld en ook, laten we zeggen, door overlijden enzovoort geërfd. En op een gegeven moment kwamen die lijnbanen bij elkaar. En in 1706 kwam dus de hele boel te koop. En meneer Abraham van der Linden, die heeft het gekocht. Kun je vertellen hoe de naam van der Linden verandert in van Linden van de Heuvel? Ja, dat is eigenlijk wel een hele leuke dat je dat vraagt. Hij heette officieel, die meneer die dus die lijnbanen kocht, Abraham van der Linden. En hij had één dochter. En die dochter heette Alida. Maar hij had geen opvolgers verder natuurlijk in het bedrijf. En Alida die trouwde met de ene meneer van den Heuvel. En de kinderen die uit dat huwelijk geboren werden, ik meen dat dat drie zonen waren, die vonden dat wel leuk om de naam van vader en moeder samen te voegen. En die zijn dus zich van Linden van den Heuvel gaan noemen. En dan niet een gewone heuvel, maar heuvel met dubbel L op het eind. Want dat was natuurlijk hartstikke chic. Kun je iets vertellen over de ontwikkeling van het bedrijf in de jaren die volgen? Van de Heuvel, het is eigenlijk veel makkelijker om over Van de Heuvel te praten, want het is een mond vol iedere keer. Die begon eigenlijk met een beetje de boel op te knappen. En daar investeerde hij aardig wat geld in. Want je moet je voorstellen, een lijnbaan dat is eigenlijk een heel lang stuk grond. De lengte is veel belangrijker dan de breedte. En daar moet touw gemaakt worden en daar moet het een en ander aan gebeuren. Zeker als je een beetje wil moderniseren. Ik weet niet hoe ver je moderniseert in 1706. Maar uiteindelijk ging het met dat bedrijf best heel aardig, want in de boeken die in het stadsarchief bewaard gebleven zijn, daar kan je dus precies de hele ontwikkeling volgen. En hij begint zijn allereerste kastboek met looft God bovenal in Vlaarding. En dat hij die God mag blijven loven, dat komt heel aardig uit. Want een paar jaar nadat hij bedrijf gekocht heeft, maakt hij al enorme winsten. 20-25% van zijn omzet, daar maakt hij gewoon winst. Dat betekent dus dat hij, ik meen in 1709 of 1710 of zo, maakt hij iets van 5.000-6.000 gulden winst op een omzet van 25.000 gulden. Dus dat is eigenlijk best heel aardig gegaan. En ja, in Vlaardingen viste men altijd mee, zegt men. Hè? Als het goed gaat in de visserij, dan kan je wat verdienen. Gaat het slecht in de visserij, dan verdien je natuurlijk niks. En zo is eigenlijk die geschiedenis van die oude lijnbaan eigenlijk ook een op- en neerbeweging. Maar het heeft, laten we zeggen, de familie zeker in de beginnen geen windeieren gelegd. 1873
is een belangrijk jaar voor het bedrijf. 1873 was inderdaad een belangrijk jaar, want je moet je dus voorstellen dat die lijndraaiers, die baanders, die werkten daar in weer en wind. En je kan je voorstellen dat als het sneeuwt of als het flink regent, dat die mensen toch weinig interesse hebben om daar op het gemakje langs die baan te werken. Dus dat werd allemaal wat sneller gedaan en dat kwam de kwaliteit eigenlijk niet ten goede. Maar in 1873 trouwt meneer Van den Heuvel een juffrouw Visser. En die juffrouw Visser die had een vader en die vader die was firmant in een lijnbaan in Schiedam. Meneer Van den Heuvel, zijn schoonvader, komt overlijden. En hij koopt eigenlijk uit de erfenis dat hele bedrijf. Hij sluit het, maar het was de enige lijnbaan in heel Nederland met een kap daarover. En dat was heel belangrijk. En hij heeft dus gewoon die kap ontmanteld, naar Vlaardingen gebracht, hier in de oude lijnbaan laten opbouwen. Hij paste dan niet helemaal, er moest nog een stukje bijgebouwd worden. Maar uiteindelijk had hij dus een overkapte lijnbaan. En dat betekent dat men eigenlijk in weer en wind kon werken. Maar dat zorgde natuurlijk ook voor een beter product. Want de mensen die liepen uit de wind, ze liepen droog. Het was natuurlijk nog wel helemaal geen luxe, maar het was in ieder geval vele malen beter dan wat men gewend was. En dat kwam de kwaliteit uiteraard flink ten goede. Er is ook nog een verhaal over een aanslag op een van de leden van de familie Van den Heuvel. Kun je vertellen hoe dat in zijn werk ging? Ja, dat is eigenlijk, aan de ene kant is het wel een leuk verhaal, aan de andere kant is het een triest verhaal. Meneer J.H. van Linden van den Heuvel, die was op dat moment directeur van de oude lijnbaan. En dan praten we dus over 10 juni 1916. En die goede man die loopt door het bedrijf heen en die krijgt ruzie met een van de bazen. En dat loopt zo hoog op dat die baas, die haalt een mes uit zijn zak en die steekt meneer Van den Heuvel een paar keer, eerst in zijn hals en dan nog een keer in zijn rug. En hij raakt dus in zijn hals een slagader. En gelukkig kon men die slagader, zeg maar, dichtknijpen, dokter Kooijman waarschuwen. En dokter Kooijman die heeft dus gezorgd dat meneer Van den Heuvel die aanslag overleefde. Nou, de kranten hebben er vol van gestaan. En er kwamen reacties uit binnenland en buitenland. Het was ook een familie die redelijk aan elkaar hing. En uiteindelijk heeft hij die aanslag overleefd. En in het stadsarchief, daar zitten dus ook de kledingstukken in die hij droeg op dat moment. En dan is het dus half juni. En er zitten, ik meen, 5 of 6 kledingstukken in. Waar niet alleen de, zeg maar, de sneden van het mes in zitten. Maar waar zelfs ook nog het bloed van meneer Van den Heuvel in zit. De aanslag, die is gepleegd door ene meneer Dekker. En die meneer Dekker, die werd veroordeeld. Die ging de gevangenis in. En die begint allerlei brieven te schrijven aan meneer Van den Heuvel. En hij schrijft onder andere in een brief dat hij toch altijd wel goed is geweest voor het bedrijf. En dat hij altijd wel goed omging met meneer Van den Heuvel. En of hij eigenlijk terug mag komen als werknemer in het bedrijf. Want om zo'n kleine ruzie zou je toch eigenlijk wel de boel weer bij moeten leggen. En dan weer, laten we zeggen, in het bedrijf werkzaam gaan worden. Meneer Van den Heuvel die vond het eigenlijk uiteindelijk niet zo leuk. Het is ook niet gelukt. En ik denk dan eigenlijk persoonlijk dat dat wel goed is. Maar wie ben ik? De baander die had een dot om zijn middel, noemde men dat. Dat was hennep of vlas, helemaal keurig uitgeplozen. En hij pakte een heel klein plukje van die dot aan die haak. En de ruiter die begon te draaien in zijn kiel. Dan beginnen die haakjes te draaien. En die baander die loopt gewoon achteruit langs die baan. Iedere keer zo'n stukje van die dot door zijn vinger laten glijden. En dan krijg je hetzelfde effect als met een spinnenwiel. Dat je dus gewoon een garnetje krijgt. Alleen deze garens waren veel dikker. Dan moet je je dus voorstellen dat een trostouw, die kon wel eens bestaan uit 70, 80, 90 garens, afhankelijk van de dikte van de tros, afhankelijk van dat garen, dat die meneer dus ongeveer 300 meter achteruit liep langs die baan om één garentje te maken. Je kan je voorstellen dat het een ongelofelijke klus werk is geweest. Maar uiteindelijk kon men dus niet anders, want men was helemaal aangewezen op handkracht. En men maakte daar dus ook touwwerk, maar men maakte ook garens voor de, laten we zeggen, voor de visserij, voor de netten. Want als je vis wil vangen, heb je een net nodig. En de schepen die hadden wat je dan noemt een verstaging. Die masten die moesten vastgezet worden. Die zeilen die hadden allerlei touwwerk nodig. Ze hadden garens nodig voor de netten. Ze hadden een reep nodig, zo'n dik touw, waar al die netten aan hingen. Dus er was eigenlijk werk zat voor die gasten. Maar het was wel buffelen. Ja, ik kan je natuurlijk van alles vertellen. Maar misschien is het toch wel aardig als we even in zo'n lijnbaan gaan kijken. Dan krijg je ook een indruk van
hoe zo'n lijnbaan eruit zag en wat zo'n familie van der Lee eigenlijk kocht. Is dat een gedachte? Dat gaan we doen, Max. Doen we. We zijn nu naar de lijnbaan gelopen, althans het terrein waar het allemaal gebeurde. We zitten in 1928, het moment waarop Van der Lee het bedrijf van Van der Linden overneemt. Wat gebeurt er in de jaren die volgen? Van der Lee, heb ik je al verteld, zijn touwslagers in Oudewater. Dus die mensen die weten wat touwmaken is. En die gaan het bedrijf toch een klein beetje, ja, laten we zeggen, aanpassen aan hun eigen cultuur. Want ieder bedrijf heeft natuurlijk een eigen cultuur. En men begint de boel dus een beetje op te knappen, te moderniseren. Langzamerhand klimmen ze uit het dal omhoog en beginnen ze weer wat te verdienen. En dan komt in 1933 komt de crisis en dan zakt de hele boel erin. En ze komen toch weer uit dat dal omhoog. Ja, en dan krijg je in 1940 krijg je de Tweede Wereldoorlog. En dan komt er weer een klap. Men kan nog even doordraaien op de bestaande voorraden. Maar uiteindelijk wordt dat natuurlijk steeds minder. Er komt minder werk. Maar men heeft nooit de mensen ontslagen. En dat is natuurlijk wel een voordeel geweest. Want als na de Tweede Wereldoorlog het bedrijf weer beschikking krijgt over grondstoffen, hebben ze in ieder geval ook de kennis nog in huis. Die is niet weggelopen. En het lijkt heel simpel touw maken. Het is een kwestie van draaien, maar er komt toch een heleboel vakmanschap bij kijken. En dat hadden ze nog in huis. 1961 is weer een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. Dat wordt gevierd. Hoe gaat dat nou verder? Ja, het is niet zozeer het vieren van feestjes. Het is eigenlijk natuurlijk proberen klanten te binden. En dat lukt ze iedere keer weer. En zeker dat 350-jarig bestaan. Want het was uniek. Het was echt uniek. Het bedrijf zat 350 jaar op hetzelfde plekje in het centrum van Vlaardingen. En ja, dat was natuurlijk zeker ook voor buitenlanders een plekje oud-Hollands. En er waren op een gegeven moment inderdaad 1200 gasten uit de hele wereld. En meneer Vogel, ik heb hem al eerder genoemd, die had hier samen met zijn zoon Frits, bekend van de Bloemencorso, denk ik tegenwoordig. Die had hier ja, een heleboel versierd. Men had er eigenlijk een soort paradijsje van gemaakt. Want je praat over 15, 16 jaar na de Tweede Wereldoorlog. En men had zoveel mogelijk Vlaardingse bedrijven daarbij ingeschakeld. In 1969 komt de lijnbaan in handen van de gemeente Vlaardingen. Die weten eerst niet goed wat ze ermee moeten doen en nemen dan toch maatregelen. Wat daarmee gebeurd is, dat vragen we aan Cor Vollering, de huidige uitbater van Kwarticentrum De Lijndraaier. Ja, in 1969 door de gemeente overgenomen. Ze hebben besloten om daar zo'n evenementenhal van te maken. Er moest wel het een en ander gebeuren. De hal die hebben ze iets verlengd, dat het binnen een bepaalde mate kwam om daar evenementen in te kunnen doen. Dat is afgelopen jaren ook het geval geweest. Hoop bekende beentjes, modeshows, grote feesten zijn er in plaats gevonden. Nog steeds vindt dat er in plaats. In 1972 hebben ze het totale terrein hier zo bestempeld als rijksmonument aangevraagd. Daarbij de verplichting opgenomen voor onderhoud, wat helaas niet gebeurd is. Wat de baan hier betreft, ze gaan dat nu wel opknappen. Voor de helft wordt opgeknapt, voor de andere helft wordt het afgebroken. En wat daarna ermee gaat gebeuren, dat is allemaal nog afwachten. De lijndraaier zelf, het pand hier achter ons, dat is Rijksmonument, dat blijft Rijksmonument. En dat wordt nog steeds gebruikt als café en als partycentrum. En de hal zelf wordt afgebroken met als goed is de andere drie hallen, of nog andere twee hallen erachter. En daar komen huizen voor in de plaats. Wat betreft de kennis kunnen we na de Tweede Wereldoorlog een vliegende start maken. Er is ook een enorme vraag na de Tweede Wereldoorlog. Hoe gaat het nou met hoe gaat het bedrijf daarmee om? Toen iedereen, laten we zeggen, bedrijfsvoetbalcompetities ging organiseren, werden de visconcoursen georganiseerd, want dat deed nog niemand. En dan was er na afloop natuurlijk weer een prijsuitreiking met een hapje en een drankje. En dat ging uiteindelijk ging dat fantastisch. En dan komt er op een gegeven moment de tijd dat ze zeggen van ja, we moeten nou toch kiezen. Wat gaan we nou doen? Ons machinepark is een jaar of 40 oud. Gaan we nu daarmee door met dat machinepark of gaan we moderniseren?
kost natuurlijk een hoop centjes en men heeft naar Ruiberaad toch besloten om te moderniseren. Daar is men in eerste instantie begonnen om de spinnerij te moderniseren. Om dus het maken van de garens, weet je wel, vroeger liep die meneer achteruit hier langs die baan. En toen kwam die spinnerij in 1916 en die werd in 1957 weer gemoderniseerd. En men ging dus meer garens maken. Niet alleen als, zeg maar, product voor jezelf als halffabrikaat om touw te maken in die baan. Maar men ging ook landbouwgarens maken. Voor, bijvoorbeeld voor de Amerikaanse markt, waar die balen hooi en stro mee werden samengeperst. En men had daar, laten we zeggen, allerlei brochures gemaakt met tulpjes erop en klompen erop. Want Amerikanen die kenden Nederland nog steeds van de klompjes en de tulpen. En men had ondertussen ook een merk laten deponeren, dat was Delta. En het belangrijkste was dat dat merk in alle talen uitgesproken kon worden en hetzelfde klonk. Nou, het mooiste, tenminste een van de mooie namen, is natuurlijk Delta. En men vond ook in Zwitserland een hele oude machine. Helemaal in onbruik geraakt, niemand wist er eigenlijk meer van. En Oude Leijman heeft dat ding gekocht en die is op een heel andere manier touw gaan maken. Want het touw werd vroeger werd dat geslagen, gedraaid en dit werd gevlochten. En dat touw, dat ging men noemen Delta Crossrope. Van die kruislag, het was natuurlijk een internationaal bedrijf geworden. Dus de naam moest Engels worden. En dat touw dat was, had zoveel voordelen. Het kon bijvoorbeeld niet kinken. En een kink is zo'n valse draai. Als daar kracht op komt, dan breekt het. Ja. Nou, dat had men dus al mee. En ja, dat Delta Cross ook, dat heeft een vlucht genomen dat we hier niet weten. Wat een succesverhaal had kunnen zijn, loopt dus toch slecht af. Ja, eigenlijk wel. Kijk, de aandelen van de Oude Leijnbaan, die zaten nog steeds in de familie van de Lee, maar wel in een heel beperkt gedeelte van die familie. Was eigenlijk een neefje dat had door erven van ooms en tantes die kinderloos gestorven waren, had hij eigenlijk de aandelen van die Oude Leijnbaan in handen gekregen. Ja, hij heeft ze aangeboden aan de Verenigde Touwfabrieken en die heeft de boel gekocht. Dan worden ze hier eigenaar en dan weet je wat er gebeurt, dan wordt er gezegd alles blijft bestaan zoals het is en we gaan uitbreiden en noem maar op. En uiteindelijk haalt men een paar deskundigen erbij en men zegt van ja, de lijnbaan die zit er nou wel bijna 360 jaar in dat Vlaardingen, maar ja, ach, wat moet je ermee? En ze hebben eigenlijk hier geen reden van bestaan meer. Dat Vlaardingen moet maar weg. En dat hebben ze gedaan. En na 2 jaar wordt de fabriek in Maassluis gesloten. Maar ja, dan staat de hele boel hier wel leeg. De gemeente Vlaardingen die neemt de panden over. Die neemt eigenlijk het hele terrein over. Van de spinnerij hierachter maakt men sporthallen. En men neemt een architect in de arm en die krijgt opdracht om de boel te restaureren. En uiteindelijk is dit het resultaat. Het is een heel raar resultaat. Want ergens midden in die baan, daar zit een sprong. De kap is gewoon onderbroken en die gaat een meter of 15 verder, gaat die weer door. Nou, zo werd er natuurlijk nooit touw gemaakt. En het ziet er ook heel anders uit als dat hier gestaan heeft. En uiteindelijk, als je dus ziet wat er van terechtgekomen is, dan vind ik dat ongelooflijk jammer. Misschien gaat er een heleboel goede dingen mee gebeuren. Maar ik hou die Oude Leijnbaan toch eigenlijk maar het liefste in gedachten. Zoals ik het nog ken van de schilderij van meneer Tiele. Zoals dat er dus inderdaad uitzag ongeveer toen wij weggingen. We lopen even die kant op, ja. En dan laten we het nog even goed op ons inwerken. Doen we. Gaan we.